Hallo iedereen, vandaag ga ik jullie vertellen over mijn boek die ik heb gekozen. Mijn boek heet Heer van de Vliegen en is geschreven door William Golding. Hij was een Engelse schrijver en dichter. Hij won de Nobelprijs Literatuur in 1983. Hij schreef 13 boeken, waaronder The Ends of the Earth, trilogie. Het genre van zijn boeken is eigenlijk een roman. En het thema is psychologie, macht en geweld. Als slogan heb ik gekozen: een groep van kinderen strandt op een onbewoond eiland. Denk maar niet aan een vakantie met zon, zee en zand. Waarom heb ik dit boek gekozen? Mijn vader las deze zomervakantie een boek waarin dit boek ter sprake kwam. Hij vertelde hierover en maakte mij nieuwsgierig om te lezen hoe een groep kinderen samen zou overleven op een onbewoond eiland. Het zou een boek zijn die al eens in de lessen psychologie aan bod komt. Gezien mijn studierichting humane wetenschappen leek dit mij zeer interessant. Na de ontploffing van een atoombom aan het einde van de Tweede Wereldoorlog stort een vliegtuig met leerlingen van een jonge school neer boven een onbewoond tropisch eiland. Er ontstaan twee kampen met elk een leider, Ralph en Jack. Ralph is stil, nuchter en een evenwichtige leider. Jack is wreed en meedogenloos, maakt anderen belachelijk en blijkt de oorzaak van vele doden te zijn. Gestrand op het eiland ontstaat er een strijd om de macht. Ik geef als beoordeling een 8 op 10, omdat ik het heel interessant en leerrijk vond. Het doet je inzichten krijgen in hoe een groep mensen functioneert in zo'n extreme situatie. Elke persoon is uniek en dit maakt het niet vanzelfsprekend. Soms komt het slechtste in een persoon naar boven tot het bestiale toe. Terwijl je leest, word je onmiddellijk geprojecteerd in de setting van het boek met in de hoofdrol een groep van kinderen. Dit fascinerende boek lees je in één ruk uit. Dit meeslepende boek zou verplichte literatuur in het humaniora moeten zijn. Als jullie nu willen weten hoe het afloopt met de jongens op het eiland, dan moeten jullie het boek verder lezen. Zijn er nog vragen?